Transcendente reizen is dat je op een bepaald bewustzijnsniveau komt, heel diep in je lichaam. Dus heel diep in je lichaam. We gaan, de, we gaan eerst heel diep zakken in het lijf. We brengen onze mentale frequentie in balans met onze hartsfrequentie. En vanuit daar gaan we eruit. Dus dan ga je dus een reis maken met je ziel. En dat is transcendente reizen. We transcenderen als het ware. En als we transcenderen, lieve mensen, dan doen we dat altijd zo naar boven. Yes, yes. Maar we gaan altijd, altijd diep het lijf in. Via het reizen heb je een diepe connectie met je essentie. Want die contact is nodig om überhaupt een transcendente ervaring te kunnen hebben. En. Hoe je dit meer kan gaan toepassen in je dagelijkse leven, zodat je daar ook uit gaat handelen, heeft dus ermee te maken of je dus ook daadwerkelijk elke dag wil doen. En of je elke dag er even tijd voor wil maken. En of je uh, dagelijks, uh, elke dag een paar momenten hebt om in te checken met je ziel, oké, je essentie. Vanuit daar wordt iets groter. Het is net zoals een relatieonderhoud eigenlijk. Dus wat jij aan meer aandacht gaat geven, gaat meer ruimte innemen. Nou, als je dat meer ruimte gaat innemen, betekent het dus ook dat, dat, dat je daar vanuit gaat handelen.